Aaron Winter en Brian Tevreden hebben gisteren officieel hun inzichten gedeeld als bondscoach en technisch adviseur van de Surinaamse Voetbalbond. Met verschillende bedrijven die de voetbalsport een warm hart toedragen, wil het duo betrokkenheid vanuit de Surinaamse bedrijven stimuleren voor de nationale voetbalselectie. Winter had nooit gedacht dat hij de mantel van trainer zou dragen, na zijn voetbalschoenen te hebben opgehangen. Hij vertelt dat hij heel goed moest overwegen als hij wel of niet de bondscoach van een Nacho zou worden. Ik wil het graag wel doen, maar wel als interim. Want ik wil zelf alles evalueren. Kijken hoe de spelersgroep is, kijken hoe de staf eruit ziet, kijken wat we allemaal nodig hebben. En naarmate het termijn steeds dichterbij kwam om de wedstrijd te spelen, ja, begon ik toch het gevoel te krijgen, ja, ik ben trots, ze hebben me wel gevraagd. Ik mag mijn vaderland gaan coachen, ik ben hier geboren. Ik zeg, het doet me ontzettend veel. Dus daarom heb ik het ook gedaan. En het proces zijn we ingegaan en het mooie ervan vind ik, dat die wedstrijd die we daar gespeeld hebben tegen Nicaragua, ja, dat was een hele mooie wedstrijd. De mensen hebben ontzettend genoten en daarna speelden we een andere wedstrijd. En tegen PEC Zwolle. En dat was een wedstrijd. We verloren wel met 5-0. Het uitslag was een beetje geflatteerd. Maar voor mij was het zo belangrijk om te kijken van hoe ver staan we als groep. Dus... Brian Tevreden is anderhalf jaar geleden door het SVB-bestuur benaderd om na het debakel van de vorige bondscoach mee te helpen denken over de toekomst van het voetbal in Suriname. Hij geeft aan wat zijn taken precies zijn als technisch adviseur van de SVB. Wat ik net al zeg, recruteren, stafleden, budgetbewaking, talentontwikkeling. En, ja, het is een best wel ruim pakket. En hoe belangrijk is niet per se jij als persoon, maar jouw rol voor de continuïteit van de nationale selectie? Nou ja, ik denk dat, wat je zegt, niet de persoon zelf, maar ik denk dat de rol heel belangrijk is. Het is een duurzame rol, want je bewaakt eigenlijk het lange termijn van het hele project. Wat ik al zei, je bewaakt budgetten. Je kijkt natuurlijk vanuit achter de schermen, om daar heel duidelijk in te zijn. Mee met de bondscoach en zijn staf, maar ook uiteindelijk het strategisch plan, wat de bond natuurlijk heeft gemaakt. Dat je daaruit vanuit gaat werken natuurlijk, en dat bewaak je. Dus het is een lange termijn rol, om het zo maar te zeggen. Dat was Brian Tevreden, die samen met Aaron Winter gisteren officieel hun inzichten deelden als technisch adviseur en bondscoach van de Surinaamse voetbalselectie, ook wel bekend als Nacho.